omslag. Daarna rechts afslaan. Vandaag ben ik in Tiel. Het weer zit mee. Zoals je ziet, tegen de voorspelling in. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Het is niet helemaal waar. Ik ben een keer in een sportzaal aan de rand van de stad geweest. Ik zeg stad, kleine 30.000 inwoners, vergelijkbaar met Zaltbommel, misschien ietsje meer. En de hoofdstad van de Betuwe. De Betuwe waar het fruit en dat soort dingen vandaan komen. Daarom noemen ze Tiel ook de fruitstad. Ze hebben hier natuurlijk Flipje, het mannetje met het lijkt op een wandelende framboos. Dat is een beetje het symbool van in eerste instantie een bedrijf dat bijvoorbeeld jam maakte. Voor mij is het bedrijf ook Betuwe. Maar ook symbool van de stad geworden. Ze hebben er zelfs een museum over. Ik moet zeggen, ik ben er nooit eerder geweest. En ik heb altijd de indruk gekregen van mensen dat het niks voorstelde, dat het niet de moeite waard was. Als je inleest van tevoren op internet, dan wordt er ook geen hoge verwachtingen geschept. En het is mij alleszins meegevallen. Het is prima winkelen hier, denk ik. Prima zitten, eten, drinken, leuke terrasjes. Gezellige binnenstad. Aanzienlijk meer om het lijf dan Zaltbommel. Knus, absoluut knus. Waardige winkeltjes, kringloopwinkeltjes. Wat me opvalt, relatief veel oudere mensen en allochtonen, moslims. Tiel ligt aan de Waal. Daar hebben ze niet heel erg veel mee gedaan. De Waalkade is niet echt publieksvriendelijk, om zo te zeggen. Maar dat wordt prima gecompenseerd door het Knus Centrum. Om het centrum heen is een gracht, als het ware. En dat is echt een heel erg mooi stukje om te wonen. Mensen hebben dus gewoon terrasjes aan het water en mooi groen eromheen en zo. Het is echt de moeite waard. En er staat nog een paar dingen te koop, dus ik zou zeggen, sla toe. De conclusie dus, Tiel is zeker aan te raden om een keer een dagje toe te gaan. Kies een dag uit dat het mooi weer is, dat je een terrasje kunt pakken. Spaar een beetje, kun je fatsoenlijk winkelen en het zal je niet teleurstellen.